mij weer een nieuwe Verhelderd. Een mooi gesprek over een eetstoornis en hoe we die oplossen met de logica der natuur in plaats van het opbouwen van een ik-beeld. Ook belangrijk om erbij te vermelden, het betreft een autistische vrouw, waarbij statistisch gezien eetstoornissen vaker voorkomen en waarom ook de geëikte methodes daarbij niet altijd werken. Dat is wel echt de ergste vraag. Waarom plap ik die er nou uit? Nou, geen idee. Gooi je frustratie op tafel. Dat zijn voor mij echt vragen waar ik niet zoveel mee kan. Snap ik. Dus dan, daar kan ik nooit goed antwoord op geven. Nee. Heel logisch. Ja, blijkbaar. Dat zou je steeds meer achter. Ja. Wie wel, hè? Misschien zeggen ze daarom altijd maar goed. Ja, precies. Nou, ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die daar wel een antwoord op kunnen geven. Maar dat dan misschien beslissen om dat niet te geven. Precies. Ja, dat van de context. Ja. Wat zou je in de groep willen gooien? Nou, dat heeft uiteindelijk wel met deze vraag te maken. Waar het voor mij echt al begint, is dat ik eigenlijk al vanaf mijn jeugd, daar heb ik een eetstoornis gehad. Mm-hmm. Die is echt in de vroege jaren begonnen en dat had dus heel erg ook met mijn gevoel te maken. Mm-hmm. Dus ik heb ook in de kliniek gezeten destijds. Mm-hmm. Een hele typische opmerking is, als je Frederik vraagt hoe het met gaat, dan kan ze dat niet beschrijven. Mm-hmm. Op dat moment is dat niet verder opgepakt, zeg maar. Die eetstoornis is wel minder geworden, maar uiteindelijk blijft dat nog steeds een rol spelen. In wat voor vorm? Dat is toch. De eet is niet iets waar ik een goede relatie mee heb en het is voor mij wel een stok om met dingen om te gaan. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment een paar jaar terug de eerste diagnose ADHD gekregen. Vervolgens kwam daar autisme bij. En toen ben ik ook wel gaan begrijpen, weet je, dat hele verhaal met eten heeft hier ook mee te maken. Maar tegelijkertijd ook van wat je dan een traditionele oplossing, die ze bieden bij mensen hiermee, die gaat dus ook niet voor mij werken. En nou begrijp ik ook waarom die nooit gewerkt heeft. Precies. Zeg maar. Ja. Want even in het kort, wat is de traditionele manier? Nou, dat is volgens mij dat ze, zoals ik hem ken, is of je gaat in een intensieve behandeling of minder behandeling, maar dat je veel meer bij jezelf leert komen, gevoel, en dan in één keer op die manier echt gewoon kunt gaan leven. Ja. Zo van, ik was het even tijdelijk kwijt, nou ben ik er weer en nou is het weer goed. Ja. Voor mij. Oké, wat heb je zelf al uitgepuzzeld? Want dit speelt dan natuurlijk heel lang. Vertel je. Wat heb je zelf uitgepuzzeld van waar voor jou de crux liggen? Dat heeft voor mij wel te maken met dat ik niet met mijn gevoelsleven. Ik ben wel gevoelig. Maar ik kan dus gewoon niet bij mijn gevoel. Ik kan me vaak niet. Dus ik heb onlangs wel een hele vervelende situatie gehad. En wanneer de gevoelens dan heel sterk zijn, dan kan ik wel voelen, ook ben boos of ook ben verdrietig. Heb ik ook geen eten nodig, dan kan ik daar best wel mee omgaan. Zo goed en kwaad, hè, als je dat doet. Mm-hmm. Maar wanneer het dieper ligt, onbewuster is. Ik weet het niet, ik heb er geen naam voor, ik kan er niet goed bij. En dat, ik ga wel eten om dat daar van alles speelt. Ja, En zit er bij jou verschil tussen het voelen van je lichaam en voelen van gevoelens? Hoe zou je de contact met het lichaam omschrijven? Nee. Niet.
Nee. Dat is niet van mij. Precies. Nee. Ja? Dat is niet van mij, want wat ben je wel? Dat weet ik ook niet. Oké. Die, nee. Ik denk dat dit een heel veel voorkomend dingetje is als het om autisme gaat. Ja. Ik heb er zelf ook mee gekampt. Ja. Ja. Oké. Verrassend. Ja. Ja. En ik ben helemaal klaar overigens. En contact met lichaam is iets heel vreemds, hè? Alsof je geest bent en niet lichaam. Ja, ja. Ja. Het voelt en in deze vorm niet van mij. Ik ben er ook gewoon niet blij mee. Nee. Zeg maar, dat zit ook wel licht een stukje in dat eetstoornis, of ik weet niet eens of ik het nog eetstoornis zou moeten noemen. Mm-hmm. Maar dat zit daar ook wel in. Maar ja, nee, ik heb dat. Nee. Oké. Laten we hem in kleine stukjes verdelen. Hè? Maar er zijn heel veel componenten waarop dit op deze manier zich kan uiten. En een van de eerste dingen is jezelf niet gaan zien als lichaam, maar als ziel. En als je bijvoorbeeld in de spiegel kijkt, dan is het... Hoe ervaar je dat, in de spiegel kijken? Hangt er wel, grappig genoeg wel af van hoe ik me voel. Ja. Op sommige momenten doe ik dat gewoon echt helemaal niet. En, weet je, maar als ik wel goede dagen heb of zo, en ik toch ook wel weer denk, oh, ik heb iets leuks, weet je, dan kan ik echt wel daar wel blij van worden. Ja. Als je een spiegel voorbij loopt, wat is de eerste, eerste gedachte die er in je opkomt? Aan de andere kant, ik kijk niet. Oké, want? Nee. Ik kijk niet, want? Waar ben je dan bang te zien? Gewoon dat je dan niet blij wordt van wat je ziet. Oké. Dus we willen eigenlijk, ondanks... Dus dat is het maffe, hè? Ondanks dat je dus eigenlijk je lichaam niet voelt, zit er dus wel een identificatie met lichaam. Ja. En die willen we eigenlijk loskoppelen. Okay. Want het lichaam zal zich gaan uiten naar hoe je in contact bent met je werkelijke ik. Ja. Dus een lichaam, eigenlijk begint het met geest, emotie, lichaam. Dus het is ook ons lichaam is eigenlijk een expressievorm van wie we zijn. Ja. En op het moment dat je dus wel weer connectie krijgt met wie je werkelijk bent en die liefde daarvan gaat voelen, gaat dat lichaam zich... Ik kan me herinneren dat ik echt, zeg maar, samensmolt en me ontdekte wie ik werkelijk was. En in die periode daarna viel ik heel veel af. Ik kreeg krullen. Ik kreeg gewoon echt een heel ander lichaam. Ja. Dat was heel erg gek. Ja. Ik heb altijd wel gedacht, als de dingen op zijn plek vallen, dan komt het wel. Ja. Ja, dat dat is altijd een soort gedachte geweest van... Precies. Ja. En het gekke ook, hoe je geest je kan bedotten, hè? Dat je gewoon... Dat heb ik altijd gefascineerd. Dat je in de spiegel kijkt dat gewoon 20 kilo dikker lijkt dan het in werkelijkheid is. Ja, ik weet niet eens. Ja, ik kan niet eens zeggen wat het echt wel of niet is, zeg maar. Ja. Als je in mijn ogen kijkt en je kijkt achter mijn ogen, hè? Dus we zijn gewend te kijken naar kleding, huid, rimpels. Als je in mijn ogen daar voorbij kijkt. Dus je gaat nu niet kijken naar, maar je gaat kijken of je doorheen kan kijken. En je laat verrassen door wat je daar achter mijn pupillen tegenkomt. Dus anders kijken. Ja, een beetje in de war daarvan. Ja, dat snap ik. Want ik dwing je nu eigenlijk naar een ander laag te kijken. Dan dat je gewend bent naar te kijken. Ja, ik heb niks aan het zien. Je hoeft niet per se te definiëren, maar kijk maar eens wat je ervaart. Er is geen goed en fout, het is gewoon een persoonlijke ervaring. En als ik je dan, je hoeft ook per se geen antwoord te geven, maar laat me gewoon resoneren wat het doet. Als ik jou vraag, wat ben ik? Dat
probeer het niet te puzzelen. Nee, ja, dat ga ik nu al doen. Dit is niet te puzzelen. Nee. Het gaat om wat het bij je beweegt, wat het bij je opent, wat het voor ervaringen. Blijf maar gewoon door ervaren als ik je vraag, wat ben ik? Warm. En laat het ook maar weer los en dan gaan we nog kijken achter die pupillen. Wat ben ik? Niks? Hoe voelt het niks? Ja, echt wel oké. Oké, hè? Ja. Oké, laat het maar doen ook hoe het voelt. Wat ben ik? Hiermee nodig ik je uit naar een andere laag, waardoor er gewoon ook wat dingetjes, we gaan door laagjes heen, zeg maar. Mm-hmm. Vandaar dat ik het een aantal keer vraag, zodat jij de ruimte krijgt om ook te zakken. Wat ben ik? Energie. Gewoon een soort van energie. Ja, ik kan het goed doen. Ja. Is het prettig? Ja, het is wel goed. Oké. Dan ben ik heel benieuwd. Heeft iemand een spiegeltje bij zich? Nee. Dus alles wat je bij mij ziet, ben jij zelf. Want onze buitenwereld is een projectie van onze binnenwereld. Ja. Dus dat je in mij ziet dat ik ben, ben jij ook. Kan je die volgen? Ja, maar dat is wel meer mentaal dan precies. Dat die lacht. Snap ik. Ik zou dit een soort van mantra maken. En gewoon nieuwsgierig zijn wat er gebeurt als je 's ochtends in de spiegel hierachter kijkt. Waarom ik je dat zou willen, waarom ik je dat zou gunnen, laat ik het zo zeggen, is dat je contact maakt met dat stuk wat je wezen bent, wat helemaal neutraal is ten opzichte van jezelf. En het weekt een soort van alle plaatjes los van wie je bent, wat je moet zijn. Al die regeltjes ga je voorbij eigenlijk, omdat je naar een zone gaat. Maar die regels helemaal niet meer gelden. Huh? En wat doet dit met je als ik dit zo vertel? Ja, het klinkt echt wel herkenbaar, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe dat in de praktijk. Ik heb ook al wel vaker dat met meditatie en zo gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk ook wel. Op een of andere manier is het nog niet gelukt om dat zeg maar in het leven zelf zeg maar vast te houden of daar. Precies. Dat zijn de momenten. Ja, gooi overboord dat het per se voor iets moet lukken. Ja. Want op het moment dat alles moet lukken en je denkt maar even bij twijfel, nou dat zal wel niet, dan begin je er niet eens aan. Ja. Vanaf nu is het leven geen doel met een bestemming. Maar gewoon de ervaring van dit moment en alles wat jou interessant vindt, dat is de moeite waard om te onderzoeken. Ja. Maar dat is heel anders dan. Dat is heel anders. En dat maakt het leven veel zachter. Ja. Veel meer in dit moment, wat ook het enige is wat er feitelijk is. Ja. En veel meer in verbinding, leuker. Dat is wel fijn. Ja.
valt tonnen zwaarte van je af als dit gewoon mag gaan, hè? Nou, dan denk ik dat we wel even achter gaan. Ja. Want weet je, wat moet je in godsnaam bereiken? Er ligt hier een rouwkaart, die lag in mijn borstvak. Het kan zomaar in één keer over zijn. Ja. Dat is een jonge man. Ja. Nou ja, 10 jaar ouder als ik. Ja. Je hoeft nergens heen. Het leven is een ervaring. Het leven is een hele interessante ervaring. Want je bent hier eigenlijk als energetisch wezen. Dat heb je net gezien in mijn ogen. Ik ben energie. Mm-hmm. En ik zit hier in een menselijke gedaante. In een fysieke werkelijkheid. Waar gewoon alles fysiek wordt. Waar de dingen naar me toe komen als ik erop focus. Dat is een mega interessante ervaring. Die ergens een beetje vreemd voor ons is. Ja, als je me zo... Ja. Soms lijkt het alsof ik inderdaad vanuit meerdere perspectieven inderdaad dat soort dingen kan zien. Ja. Dus deze die komt ook wel bekend voor. Precies. Dus mensen denken altijd van nou, ik ben een lichaam en gedachten en emoties en ik heb een ziel. En ik zeg tegen mensen, nee, jij bent ziel en je hebt een lichaam. En dat maakt het veel losser, relaxter. Dat maakt ook het meer speciaal dat je hier rondloopt voor de jaren dat je hier rondloopt. Mm-hmm. Dat maakt ook dat je een keuze hebt. Wat ga ik doen? Ga ik worstelen omdat ik een doel heb? Ja. Of ga ik gewoon het interessant vinden wat er op mijn pad komt? Ja, ik heb het gevoel bij dat er een enorme weerstand zit op het leven zelf bijna. Ja. Maar dat kan ik me voorstellen als je zo'n idee hebt over het leven. Waar er van alles moet bereikt worden. Ja. Als je leven, hoe zou je het leven omschrijven? Het leven is een dans, een avontuur, een worsteling. Het leven is gewoon zodat je kan groeien en straks in de hemel kan komen. Wat is leven? Nee, ja. Nee, dan ben ik bang dat het voor mij vooral wel de worsteling is. Ja. Ja. Oké, dit is de eerste dag van je nieuwe leven. Tot nu toe was je leven misschien een worsteling. Ja. En op dit moment nodig ik je uit dat anders te zien. Dus anders te kiezen over jouw overtuiging wat het leven is. Overtuiging kun je kiezen. Ja. Gedachten ploppen op, maar overtuiging kun je kiezen. Hoe zou je het leven willen zien? Dat dan wel meer als die dans of iets waar... Ja, oké, okay, dan spreekt je aan. Of is er een woord dat nog beter bij je past? Ja, ik denk dat dans wel goed is. Dat is een beetje... Oké, laten we die eens even gaan onderzoeken. Stel je voor dat leven een dans was. Hoe zou het er dan uitzien? Ja, in ieder geval dynamisch. Dynamischer? Krijg je de plaatjes bij? Zie je het gezicht veranderd? Ja. Ze lacht. Ze lacht. Sorry. Ja, dan het beeld dat ik heb is wel, hoe zeg je dat? Twee mensen dan, die dansen, dus weet je. Ja. Stoot af, trek aan, je gaat naar links, je gaat naar rechts. Ja. Precies. En hoe voelt een dans? Die heb ik eigenlijk altijd onderweken, dat soort dansen. Mm-hmm. Maar zoals ik hem nu in mijn hoofd, is dat wel oké. Okay. Ja, misschien wordt hij zelfs nog leuk ooit. Nou, zover ben ik nog niet. Nee,
Het is een beetje medewegen of precies aantrekken, afstoten. En zo feitelijk is het veel meer kloppender bij de realiteit. Weet je, we kunnen het hele leven indelen in regels en doelstellingen. En wat we willen bereiken en hoe het dan per se moet. Maar dansen maakt het veel dynamischer, flexibeler en bovenal veel leuker en speelser. Ja. Dat maakt, in de dans kan alles. Ja. Als het maar leuk is. Ja. Als het maar soepel gaat. Als het maar beweegt. Ja. Als het maar een expressie is van hoe het op dat moment voelt. Dansen kan je met je ogen dicht. Ja. En sommige dansen zijn regels, maar als je gewoon los mag gaan op de dansvloer, dan wil je meebewegen met de muziek. Ja. Dan is de enige regel die er geldt is die op de beat van de muziek. Ja. Is die in de flow met de klank? Beweegt die zich zoals het stroomt? Zoals die voortgedragen wordt door de muziek? Dat is de enige regel. En dan, als ik dan terugkom op voeding, is dat exact de manier waarop we voeding eigenlijk moeten bekijken. Nou, klopt dit voedingsstof, als ik hem zou voelen, klopt die met hoe mijn lichaam, de energie van wie ik onder dit lichaam ben, resoneert die daarmee? Als ik hier een verse, zoete, sappige peer heb en hier een stuk chocola, en ik zou deze energetisch waarnemen, wat zou dan beter passen bij mijn lichaam? Wat zou er beter passen bij jouw energielichaam van dit moment? Dan zou het nu de peer zijn. Dan zou het nu de peer zijn. Kun je je voorstellen hoe je genieten zou van zo'n sappige peer? En dat die je ook vitaliteit zou geven. En een bepaalde frisheid. Ja. Kun je dat voorstellen? Ja. Ja, ik denk ik het laatste jaar wel vaker ook gehad dat ik dacht, ik wil gewoon even echt eten. Ja. Dat is eigenlijk een vrij nieuwe ervaring van mij. De behoefte aan gewoon echt eten. Of echt avondeten. Dat ik echt gewoon warm wou eten. Precies. En als je dit zo gaat tegemoet treden, hè? Niet alleen het leven, maar ook het eten, dan ga je merken dat op verschillende momenten van de dag, met naar verschillende activiteiten, dat je behoefte krijgt aan verschillende voedingsstoffen. En dat je lichaam die dan ook echt nodig kan hebben. Ja. Waarin we wel in acht moeten nemen, een lichaam kan maar 2 minuten zonder zuurstof, 2 dagen zonder vocht en 2 weken zonder eten. Dus als je behoefte krijgt aan iets, is er grote kans dat je behoefte hebt eerst aan zuurstof. Ja. Adem maar heel diep in, dan voel je het al een soort van verfrist. En een soort van ook weer helderder in je geest maakt. Ja. Voel je het? Tweede zou je behoefte kunnen hebben aan vocht. Ja. Hè? En als derde zou je behoefte kunnen hebben aan eten. Maar, en dan heb je nog de keus, welk voedingsmiddel past energetisch bij mijn energetisch lichaam van dit moment? Als ik een dag training heb gegeven, is het mentaal uitputtend, fysiek ook, heb ik trek in boerenkool met worst bij wijze van. Ja. Om echt gewoon met fysieke lijf in te komen. Maar mijn dag begin ik het liefst met fruit, met havermout. Ja. De vitaliteit en de frisheid om mee in actie te komen. Ja. Wat ik ook in die periode heb gedaan, in het hele eetgedoe, is ik ben opgevoed door een moeder die geboren is in de hongerwinter. Dus die vond het heel belangrijk mijn bord helemaal vol te gooien en dat het bord ook helemaal leeg ging. Ja. Dat is conditionering. Ja. Wat ik bewust heb gedaan, elke maaltijd opnieuw, mezelf verplicht, dat was een regeltje, elke keer iets te laten liggen op het bord en goed te voelen wanneer het voldoende was. Om gewoon weer te leren luisteren naar wat mijn lichaam nodig heeft. Niet alleen fysiek, maar ook energetisch. Niet meer de conditionering van het moet per se dit of het moet per se dat. Dat willen we allemaal overboord hebben. We gaan leren voelen wat het lichaam op verschillende momenten nodig heeft en wanneer het genoeg is. Ja. Dat is herconditioneren op een heel andere manier.
Ja. Ja. Wat wekt dit op bij je? Welk gevoel? Veel. Mm-hmm. Vertel eens. Dat is heel veel en heel anders. Ja. Ergens, wat ik net zei, weet je, ik heb afgelopen jaar ook wel, toen ik dacht, ja, ik wil avondeten. Gewoon, ik heb behoefte gewoon aan echt eten, voeding. Precies. Ja. Iets wat voedt. Precies. In plaats van, oh, ik heb geen zin en moe en ik eet maar een boterham, want dan heb ik gegeten en dan is het goed. Wat ik nog wel een beetje, waar het voor mij moeilijker lijkt, is het stukje waar ik eigenlijk niet zozeer de regie heb over het eten. Dus wanneer er van alles speelt, onrust of iets wat ik niet, en dat mij dan aanzet tot eten. Ja. Dat zijn vaak nog weer andere momenten dan gewoon puur je avond precies. Eten, ja. Zeg maar. Want het gaat erom dat we bewust gaan eten. Ja. Dat je bewust bent bij wat je naar binnen werkt en of dat matcht met wie je bent op dat moment. Ja. En of het voedend voor je is of dat het je energie ontneemt. En dat is bij contacten zo, met mensen zo, maar dat is ook met voeding zo. Voedt het je? Ja. Of zuigt het je leeg? Ja, dat zouden die momenten dus niet voelen. Nee, maar dan heb je wel voeding nodig. Ja, als ik meer vanuit een onrust of een iets wat ik op dat moment niet... Weet je, soms is het voor mij gewoon dat ik, omdat ik aan het eten ben, dat ik denk, hé, wat is er? Ja. Oké, okay. Vraag je dan eens af. Ik kan twee minuten zonder lucht, dagen zonder water en 2 weken zonder eten. Heb ik niet stiekem meer behoefte aan lucht? Of heb ik niet stiekem meer behoefte aan water? Ja. Dat is al een verschuiving. Van dat je bewuster gaat omgaan met wat je binnenneemt. Ja. Of heb ik niet eigenlijk behoefte aan een wandeling. Ja. Dus het is wel echt belangrijk dat we het voelende aspect, en dan heb ik het niet over emoties, niet over welke emotie voel ik, want dat is veel te ingewikkeld, omdat je die moet gaan definiëren, die moet je op een ik gaan leggen. Dat is veel ingewikkelder dan te gaan waarnemen hoe het energetisch lichaam voelt. Want dat kan je waarnemen als soort van buiten jou. Als daar wat om jou heen is. En dan maakt het niet uit wat het is. Nee, natuurlijk niet. Daar moet je zelf in mild zijn voor jezelf. Maar het gaat erom dat het klopt. Ja. En dat is weer die logica, waardoor dingen logisch worden. Dat zijn eigenlijk natuurwetten. Ja. Die veel meer dat is gewoon wiskunde. Oké, kom maar door. Ga maar door, ja. Natuurwetten zijn wiskunde. Ja. Als je een boompje in de grond zet en je stopt de kalk bij, een fruitboompje, je stopt de kalk bij, worden het zoetere vruchten. Doe je er helemaal niks mee, dan zullen daar plantjes omheen gaan groeien die de boom nodig heeft. Ik had ooit een perenboom, die had allemaal van die soort van roestplekjes. En daar ging allemaal klaver omheen groeien. En die roest ging weg, omdat die perenboom die klaver nodig had om tegen wat er dan in de grond zat, wat niet goed voor hem was, waardoor hij die roest kreeg. Dit is echt gewoon de wiskunde der natuur. Ja. Okay. Dat klinkt wel heel lang. Ja. Een stukje logica is wel fijn om dit is iets fijn, mee hè? Te kunnen. Ja, het is echt logica. Op het moment dat er bij jou een persoon gaat zitten die niet prettig voor jou voelt, dan wil je er van weg. Ja. Op het moment dat je ook op die laag gaat voelen naar eten, dan ga je merken dat dingen die niet prettig voor je zijn, daar heb ik geen zin in. Of wow, nu heb ik gewoon echt die boerenkool nodig. Ja. Omdat ik gewoon even naar de aarde moet landen. Dan ga je eigenlijk op een veel meer logischer wijze met de voeding om die we allemaal om ons heen hebben. Nog veel natuurlijker zou het zijn om dat gewoon te plukken. Er zijn landen waar ze gewoon precies, waar een hele levenstaak is, om erachter te komen welke plantjes voedend zijn. En voor paarden doen dat ook.
die eten exact wat goed voor ze is. Mijn pony, die heb ik 2 weken geleden in moeten laten slapen, die kon niet meer eten. En wat mij heel erg opviel, is dat ze voor het eerst de neus niet in het gras stook, maar aan alle plantjes die in de berm groeiden. Ze zocht naar iets. Ja. Dit is de logica der natuur. Ze zocht naar iets wat haar zou genezen. En zo hebben wij ook de voeding tot ons beschikking om ons te voeden met dat waardoor we energetisch prettiger voelen. Het gaat niet om de schaven 5. Het gaat niet om hoe je eruit ziet. Het gaat niet om conditionering. Het gaat om bewust van worden van jouw energetische behoeftes. En die te matchen aan voedingsmiddelen. Dat is een hele andere benadering. Ja, word je er blij van? Heb je interesse? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk nieuw. Ik moet het ervaren. Ja. Maar misschien ook wel door wat ik net zei, denk ik dat het misschien ook wel kan. Ja, natuurlijk. Het dus echt wel, ja. Je voelt en dat. Het neemt een heleboel andere lagen waar ik niet zoveel meer kan weg. Ja. Want daar ben ik een beetje op vast en dood, weet je, gelopen. Want anders had ik er nu wel uitgevogeld. Precies, precies. Weet je? We proberen zoveel dingen mentaal op te lossen en het werkt gewoon niet, ook niet voor een autist. Nee, en logica is daarin wel een hele sterke, als het niet klopt, dan klopt het niet en dan kan ik er ook niks mee. Want weet je, heel veel sociale regels die zijn super onlogisch, omdat ze niet in lijn liggen met natuurwetten. Ja. Zouden ze in lijn liggen met natuurwetten, zijn ze wel logisch, hadden we echt geen probleem. Nee. Ja, misschien. Ja. Want dan ontwijk je de mensen die je leegzuigen. Wil je graag bij de mensen zijn die fijn voelen, heb je helemaal geen gesprek nodig om contact te maken. Ja. Want dan is het gewoon meteen verbonden. Ja. Ja. En dan knuffel je als je hart open staat. Ja. Dan ben je oprecht geïnteresseerd op het moment dat je daar iets in de energieveld voelt waarvan je denkt, hé. En dan wil je vragen hoe het gaat. Ja. En dat is natuurlijke logica. En hetzelfde geldt voor voeding. Ja, dat heb ik er echt nooit meer gekeken. Nee. Daarom zit je nu hier. Ja, precies. Ja. Ja, wel inderdaad voor een andere. Ja, een beeld daarover. Ja. Dus het opbouwen van ik en je bent wel mooi ook overboord, dat heeft ook geen zin. Nee. Ja. Je bent je energetisch lichaam. Ja. En ga je daar trouw aan zijn, dan wordt het een beeld wat prachtig is. Die moet je gewoon een paar dagen op kouwen. Gaan oefenen. Ik zal die video misschien als eerste online zetten, dat je hem snel kan terugluisteren. Okay. Ja, je moet wel even landen nog. Ja. Dit komt overigens volledig aan bod ook in het natuurwetmatig denken. Okay. Die C3 module kan je vinden op emotie-expertise.nl. Website. Voor de kijkers. Daar ga ik de logica uitleggen waarom er zoveel dingen logisch zijn voor autisten die voor neurotypische mensen niet meer logisch zijn, omdat ze juist in kaders en regels zijn gaan denken. Ja. Daar we de autisten in willen vangen wat voor ons niet werkt. Nee. Nou ja, misschien is dat sowieso wel, hè? Dat er veel dingen zijn waarin je gevangen laat worden. Ja, precies. Omdat het gewoon alle logica voorbij gaat. Ja. En dan heb je regels nodig om het te snappen, terwijl het niet logisch is. Ja. Dus als je de logica weer kan terugvinden, wordt het makkelijker. Ja, de logica. Ja. Gewoon de logica der natuur. Ja, mooi. Ben je oké? Ja, zeker. Oké. Ik ga ermee aan de slag. Ja, fijn.